Goedemorgen. Dit is het plekje voor wat wij hadden vannacht. Het is vlak bij de weg. Af en toe komt er een auto aan. Dit is, ik zeg het maar zoals we het zien staan, maar de Flatruetweg. Flatruetwagen, wegen. Shuttlepiste, of hoe heet dat? Gravel Road. Zo mooi. Nou ja, we hebben hier een plekje gevonden. Via Park van Uyt. We staan volledig in een kommetje. Hier gaat het omhoog. En daar kun je weer naar beneden. We hebben gisteravond koeien zien lopen hier. Dat was ook bijzonder. Niet hier, maar hiernaast. Een vader en een moeder. En twee kalfjes. Waarvan de vader een lakenvelder was. Ook bijzonder. Ik kan even omhoog lopen. Oeh, hier lopen ook mieren omhoog. Ik heb geen sokken aan. Dus dit wordt lachen. Een grote mierenkolonie hier. Zie ik nu. Ik kan hier omhoog lopen. Uitzicht. Weids uitzicht. Kijk, er staan hier wel. Ja, zie je dat? Ja, hier, dat zijn een rendier pootafdrukken. Hier staat er nog één. We hebben alleen geen rendier gezien vannacht. Maar ja, goed. Koeien lopen hier dus ook. Of wel koeienvlat. Nou, kijk je op de camper met dit uitzicht. Jongens, gratis en voor niks. Dankjewel Park van Uyt. Geweldig. Hoe mooi. Ik ga weer door de mieren naar beneden, want aan de andere kant zit een vogeltje te broeden. En dat wordt heel zenuwachtig als je daar langs gaat. Gaat hij helemaal boven je hoofd hangen. Dat deed hij gisteren ook de hele tijd. We hebben ook nog bewoners hier. Kijk, daar woont een kleine trol. In een bergje. Hoe schattig. Een trollenhuisje. Leuk hè? Ik weet niet wie dit heeft gebouwd, maar ik vind hem geestig. Oh, er ligt ook een... kijk nou toch. Ze hebben een oventje gemaakt. Dat is het. Wat grappig. Het is een klein oventje. Nou, ook leuk. Ja, meertje erachter. Ah, het is prachtig hier. En doodstil. Zeker 's nachts. En we staan lekker in het zonnetje. Het was vannacht ijskoud. Dat wel. Maar goed, we zitten ook best wel op hoogte. En die wind was ook zo koud gisteren. Poolwind. We gaan nu weer verder naar het zuiden afzakken. Opnieuw naar nieuwe avonturen.
gaan naar een meteorietkrater. Sorry mensen in de rolstoel. Hij is niet op een pad neergekomen. Oh ja, ik snap het wel met die rolstoel. Moet kunnen. Zo'n strand, wieltje. Voor een obstacle run zou je dat ook met een wieltje kunnen doen. Er schijnt hier een meteoriet neer te zijn gekomen. Ooit. Is dit het? Nee, denk het niet. Oh, mooie steen. Ik ben niet gauw afgeleid. Kom, we gaan naar de meteorietkrater. Hey. Elandpoep. Elandpoep. Heel veel elandpoep. Hier ook nog elandpoep. Laat iedereen maar elke keer elandpoep zien. We hebben nog nooit een eland gezien. Sterker nog, ik sta er volgens mij middenin nu. Jok. Nou, we zitten wel lekker in de date. Geen mug gezien, nee. Wel een leuk vlindertje. Kijk. Dit is een leuk vlindertje. En mijn koper ook. Leuk hè? Een klein vlindertje. We hebben er gisteren een heleboel gezien van dat soort. Het fladderde maar rond. Maar deze zat even lekker op te warmen. Het valt mij nog mee dat pad. Ik denk, oh jee, dat wil klauteren en klimmen. Maar het zijn gewoon veel stenen. En boomstronken. Nou, dan moet het hier ergens zijn. Is dat hem? Nee. Hier is een bankje. Dus hier zal het zijn. Ah, een heel gat erin, ja. Wat grappig. En het waait weer. Het is lekker voor de muggen. Nou, we hebben geen muggen. Veel wind, geen muggen. Elandpoep. Mijn god. Nou, hier is het dan. Wat is de krater, is de meteoriet naar beneden gekomen? Ja. Hier staat het bord. Weer prachtig weer. Heerlijk. Tot nu toe 2 regendagen. Nou. Vertel het maar. Oh, allemaal niet. Nou, de krater is 44 meter in diameter. Ja. Hij is diep, bijna 5 meter, 4,8. Ja. Het volume wat erin kan is 1700 kubieke meter. Hebben ze dat eens voor gevuld? Ja. Ja. Oké. De hoogte van de kraterrand is 2,5 meter. Ja. En nou ja, het volume, zoals ik al zei. Het kratervolume is 1700 en als hij helemaal vol zou lopen is hij 1500, want hij is niet overal even vlak. Nee. Dus er stond dan ook nog iets over de rand. Nou, dan kijk, dan kwam hij hier zo aan. Hij kwam aan, dan sloeg in. Hij sloeg in. Nou, dan strooit hij een heleboel stenen weg om zich heen. Ketst alles weg. Dat is natuurlijk wel een rots. Ja. En ja, die rotsen zijn onderweg tegengekomen, die blokken. Kijk. En dit is dan de krater. Ja. En dit is hem. Het is verwacht dat hij 2000 jaar geleden op de eerste lag. 2000 jaar geleden. En hoe wisten ze dan dat het de krater was van een meteoriet? Nou, het rond is. Rond. Ja. Ja. Maar iets weten ze aan de vulkaan. Nee. Daar zit een... mierennest. Ja, zo. Zullen we die eens van dichtbij gaan bekijken? Nou, nee, dank je. Want hier is namelijk ook een meertje. Dat is dan geen krater. Of ja, krater. Ja, krater is het eigenlijk. Je kan er wel omheen.
is wel schattig toch weer. Hier, weer elandpoep. Mijn god. Die elanden hebben... weer elandpoep. Het is hier zo ongelooflijk veel elandpoep. We hebben nog steeds geen een gezien. Ik denk dat ze dit een lekker stekje vinden. Kijk, we maken een kringetje. Hier is andere poep. Dat is een bessen-eter. Ja. Wat zal dat zijn geweest? Een beer? Heb ik nou een beer gevonden? Een berenpoep? Er zit allemaal bes in. Berenpoep. Ze moet hier zijn. Maar waar? Ja, een beer zit ook in dit gebied. Zit hier ook op beer safari. Nou, we hebben hier gelopen. 2,2 kilometer weg op en af. In het Lofsdalen Fjellpark. We worden niet gesponsord, hè? Nee. Nee, we hebben het zelf moeten lopen. En dat was natuurlijk een heel erg mooi uitzicht. We rijden door het Tufsingdalen Nationaal Park. Opgericht in 1930. Het bestaat voor een deel uit rotsen. Deels uit oude dennen en sparrenbossen. Dieren die er veel voorkomen zijn onder meer de bruine beer, de veelvraat, de wolf en de steenarend. Allemaal niet gezien, maar wel enorm veel rendieren. Oh, er komen er nog veel meer. Wat een hele rendierkudde hier bij elkaar hebben. Hey. Komt van een rendier. Wow. Wow. Ze rennen me volgens uit, hè? Dat zie ik gewoon zo snel hier altijd.
is dat eigenlijk? Je kan willen wat je wil, maar... Oeh, blijf bij. Ja, dat gaat niet. Wie ze horen. Ja, hoor. Oh, als er dan een paar opzij gaan, dan kunnen we er gewoon langs, hè. Maar die blijven gewoon staan. Kijk, we kunnen niet weg. Ja, gaan er nog meer staan. Oh, het begint weer opnieuw. Oh, wat feest dat dit. Duffe beest dat. Jeetje, ja. Hebben ze nou? Ja. Dag. Jeetje, wat veel. Lijkt wel schaapskuddes. Oh, je ook dacht. Oh, God. Mamma mia. We jagen ze gewoon echt de hele andere kant op, joh. Moeten we niet gewoon afstand nemen dat ze ergens heen gaan? Dat ze wel ergens heen gaan. Dat is ook nu, sneller. Ja, daar gaan ze. Ja. Ze blijven achter. Oh nee. Wat hebben we dit nou? Moeten we niet gewoon wachten? Dat ze toch ergens heen gaan. Ze blijven gewoon echt voor ons aanrennen. Dat vind ik zielig. Oh, we hebben die twee hiernaast ook nog. Ja, kijk, daar gaan ze. Nou hoop ik dat ze allemaal gaan. Ja. Nou, een paar wil weer terug. Ik denk dat het nu goed gaat. Wij staan op een legerplaats in de gemeente Iederen. En de gemeente Iederen heeft iets heel fantastisch gedaan. Die heeft leuke camperplaatsen aangelegd. Ze staan niet op Park for Night, ze staan niet op Campercontact. Wij zijn er net eentje voorbij gereden. Die zag er net zoals uit als deze. En wij zijn dus maar de tweede ingegaan. Van nou, dit is leuk. Daar staan wij, plaatsje 1. Je betaalt 60 sek per nacht. Je mag een week blijven staan. Kijk. €6,40 per dag. Nou, je mag een plekje kiezen. Je vult de kaart in. De hond is het er niet meer eens, dat kist, hè? Hij is oké. Je pakt hier een kaartje, je vult hem in, je doet de 60 sek hierin en je bent klaar. Er ligt hout voor een vuurtje. Er zijn picknickbanken.
om lekker te zitten. En we staan aan de rivier. Dus niet op campercontact, niet op Park for Night, maar ze bestaan wel. Vuurtje? Ja, lekker. Hoe is het met de gasfles? Kan je het zien? Leeg. Deze is leeg. Ja. De eerste is leeg. Ja, daar staan nog op grond dus. Ja, ja, we hebben... Ja. Ineens staat hij op de rood. Dat is het probleem. We staan hier aan een prachtige beek. Nou, rivier. Dit gaat naar Sarna. Dus als je het zwemmend wil doen of in de kano, kun je er ook heen komen. Oh, nou kijk eens aan. Dan hebben we nog wel genoeg. Kunnen we rustig in de natuur blijven staan. Een leuke brug. Een hangbrug. Het is mooi helder water. Nou, dat wordt badder hier. Sta er met een microfoon? Dat wordt badderen. Ja. Kunnen we hier mooi zo het water in morgenochtend. Lekker. Zo de camper uit. Hier Naki. Huppata, even onder en weer door. Is toch lekker? Is dat een... Zo recht voorover erin. Is het al opgewarmd? Dan doe ik een keteltje water erin, joh. Ja, daarom. En dan zoek ik er even wat bij in. Een beetje water. We hebben nog gas, dus... Er staat een leuke schoorsteen. Daar is een bak over. Dat je denkt, nou weet je wat? Ik begin vast met een schoorsteen te bouwen. Een hutje aan de overkant. Ja, een hutje aan de overkant. Ook nog. Ook nog een leuk hutje. Nou, we hebben hier een hutje. Hier kun je lekker zitten. Ja, het is dat hemels toch? En dat voor 6 euro? Ik vind dat ze het goed doen. Zo staat niet iedereen overal maar in het bos. Het kost een heel klein beetje, maar ze hebben het ook goed voor elkaar. Even weer omhoog. Volgens mij is dit een kittenval of zoiets. Dat er een kattenval is. Oh mooi. Die dingetjes daar. Ja. Geweldig. Het is geen grote waterval. We kunnen wel mooi. Heb ik mijn man aangereden? Nee hoor. Hij ligt daar graag. Blokje eronder, zodat we erbij konden. Wat hebben we gedaan? Ik denk dat deze iets geraakt heeft, want die kopnagel zit ook los boven. Ah. Niet dat het veel kwaad kan. Want kijk, deze is ook gescheurd. Ja. Misschien was hij dat al, hoor. Nou ja, ik denk dat we toch wel gewoon dat dingetje iets geraakt hebben. Nou, tire heeft er een mee. Hij past er gewoon zuigend in. Ik denk dat hij niet eens lekt. Lastig. Of heeft dat helemaal geen zin daar? Ik weet niet hoe ver die eromheen is. Handig als je wat bij je hebt. Ja. Dat is 2. Zo, flexibele koppeling ertussen. Ja, top. Gerepareerd.
Hebben we nog meer geraakt? Nou, eens even vanuit kijken. Zat ze hier niet? Hè? Zat ze hier niet? Moet ik de camera er even onder leggen? Het zou kunnen zijn dat dit schroeven zijn. Ja. Kan jij maar schroevendraaisetje even pakken? Nou, dan gaan we even een schroevendraaisetje pakken. Hebben we ook bij ons. Je moet altijd alles bij je hebben. Kijk. Hele set met gereedschap. Het schroevendraaisetje. We hebben ook nog Kevin tape bij ons. Dat is altijd goed, maar met water werkt dat niet. En we hebben ook nog klittenband, tie wraps, alles bij. Voor de rest hebben wij hier in Noorwegen, weliswaar, net over de grens, gratis geserviced bij een museum. Het is bloedheet hier in Noorwegen. Nou, moet ik het nog even laten zien? Een stukje flexibele buis ertussen. En dat paste toevallig precies. Dus waarschijnlijk lekt die ook nog niet. Er zit nog wel een scheur. Dus dat moet uiteindelijk wel vervangen worden, maar voor nu kunnen wij door. Dus en voor de rest zie ik geen andere schade. Nou. Altijd leuk als je in Noorwegen bent, hè? Maar goed, het is opgelost. Nico is de EcoFlow aan het opladen. Maar hij stond net hier en nu staat hij in de schaduw, dus nu moet hij verplaatst worden. Hier gaat hij. Het is de derde nacht dat we vrij staan, dus nou moeten we wel even laden. Nou, eigenlijk niet, want het was nog 60% denk ik. Dus koffie en kunnen we nog zetten en broodrooster kunnen we nog zetten. Maar ik moest ook bijvoorbeeld een GoPro opladen en dergelijke. Fototoestellen en zo. Ja, dat wordt op een gegeven moment. Nou, dit is wat hij oplaadt. Haha, dat kan ik niet zien. Oh ja, zo wel. En wat laat hij nou op dan? Hij duurt nog 1 uur en 25 minuten en hij laadt met 181 watt. Ja. Wat? Ja. En 181. 181 watt. Wat? Ja, wat? 180 watt, iets wat. Oh. Ja. In de fik. Je hoofd staat in de fik. Dank je. Scoort altijd heel goed, hè? Hardvuur TV. Ja. Toch? Nog maar op 3 pootjes zetten. Hartstikke TV. Kunt u de hele kerstdagen naar kijken? Het heeft een naam ook. Ja, maar hoe? Bloemetjes ervoor. Vlaggetje op dak. Pakken. Om het afval weg te doen. En ik heb een vuurplaatsje. Alle benodigdheden voor het vuurplaatsje. Een gedekte tafel. Kussentjes. Picknickbank. En genummerde plaatsjes. Van 1 tot en met 4. We hoeven ze niet eens op blokken te zetten. Helemaal geweldig. Dan de rivier. Maar een heel naar vogeltje woont die me steeds uitlacht. Ik probeer hem te fotograferen, maar het gaat me niet lukken.
De weg is doodstil. De rivier is stil. Wij zijn stil. Het gras groeit door. Is het nog steeds kerst? Ja. Het is nog steeds kerst. Langste dag van het jaar.